Vorige week vrijdag was er een brand in 3 huizen aan de Juliusstraat in Eindhoven. Het vuur brak uit op de zolder van het middelste huis waar een hennepkwekerij zat. Jan-Willem Alfenaar woonde naast de hennepkwekerij en ook zijn huis is flink getroffen door de brand. En nu heeft hij een brief geschreven aan minister Opstelten. Jan-Willem, jij werd gebeld dat jouw huis in brand stond. Ja. Had je meteen in de gaten dat het wel best wel een ernstige zaak was? Ik schrok me wild, want ik werd gebeld op mijn werk van je huis staat in brand. Dus ik ben heel snel naar huis gegaan, mijn vrouw gebeld om te kijken of zij niet thuis was. Was ze gelukkig niet. En bij aankomst bleek het niet bij ons te zijn, maar bij de buurman, ja. De brand. Alleen ja, die huis, dat zoals je ook op de foto ziet, het rechterdeel is mijn huis, vanaf die schoorsteen. En ja. Links is van de buurman, dus mensen dachten dat het bij ons was. Het zit wel heel dicht op elkaar inderdaad. Ja. Want in eerste instantie hadden ze het erover, het is een schoorsteenbrand. Ja, schoorsteenbrand dachten ze eerst ook. Maar toen hoorde jij... Het ging om een hennepkwekerij. Ja, mijn vrouw stond naast de buurman en die werd ineens gearresteerd door de politie. Omdat ze hennep hadden gevonden. En ja, daar stonden we echt helemaal van te kijken. Had je dat ooit gedacht? Nee, dan had ik wel aangegeven. Ja, hè? Nee, waar stond verbaasd en woest. Ja, maar nooit het idee gehad dat er iets niet klopte bij die buren? Het was een buurman die alleen woonde. En ik had weinig contact met hem. En hij zei wel dat hij een huurder had, maar die heb ik zelf nooit gezien. Dus ja, dat... Achteraf denk ik van, ik had iets kunnen weten. Het schijnt ook een man te zijn die heel veel voor de buurt betekende en die heel veel voor oudere mensen deed. En, ja, dat heb ik ook gehoord. Hoe goed ken jij hem, jouw buurman? Niet goed. We hadden over het algemeen alleen contact. Als ik hem zag, als hij voorbij liep of als hij aan het klussen was. Ja. Maar verder niet, nee. Hij werd gearresteerd en een dag later stond hij weer op straat. Dezelfde avond alweer. Dezelfde avond. Wat vond je daarvan? Ik vind dat op zich heel vreemd. Hij beweert dat hij een huurder had. En daar weet ik nog niet. Ik weet niet wat de politie verder voor onderzoek heeft gedaan. Maar dat is in ieder geval het beleid. Dus hij mag in ieder geval vrij rondlopen. Of hij nou schuldig is of niet, dat weet ik niet. Hoe is jouw huis eraan toe? Het is helemaal leeg. Ze zijn het nu helemaal aan het strippen. Want we hebben heel veel waterschade en roetschade. En wij wonen ergens anders nu. Want we kunnen niet meer wonen in het huis. Nee. En waarom is het ook helemaal leeg gemaakt? Is het nog gevaarlijk, zo'n leegstaand huis? Nou, je moet je voorstellen dat het huis van onze buren, daar zijn 2 verdiepingen afgebrand. Dus dat ligt open. Ja. En daarbij is ook een deel van ons dak beschadigd. Dus als het regent, dan regent het allemaal naar binnen. Ja, daar kan je niet in wonen. Ze zijn nu druk bezig om dat af te zetten en af te dekken helemaal. En dan gaan ze weer renoveren, is de bedoeling. Je hebt een brief geschreven naar minister Opstelten. Ja. Wat wilde je kwijt? Ik wilde kwijt dat de mensen zich steeds onveiliger gevoelen, omdat je steeds vaker ziet dat hennepplantage in woonwijken geplaatst worden. Mm-hmm. Waarbij ik mij afvraag, van, komt dat omdat er een gedoogbeleid is voor de verkoop? Hè? Dat je het wel mag kopen bij koffieshop. Ja, want zo maar zij het. Mogen het niet inkopen. Nee. Dus wat gebeurt er? Dat vindt plaats in het criminele circuit. Nou, het levert genoeg geld op, blijkt wat ik heb gehoord. Daarnaast zijn de straffen heel laag en de pakkans is heel klein. Dus ja, mensen die in financiële problemen zitten, die zullen heel snel die kans pakken en dat ook gaan doen. Mm-hmm. En daarmee brengen ze in principe wel hun buren in gevaar. Oké, dus jouw punt is dat doordat het gedoogbeleid eigenlijk in jouw ogen niet klopt, zeg maar... Je kan het niet aan de ene kant toestaan en aan de andere kant verbieden. Dan krijg je een scheve verhouding. En dat is wat hier aan de hand is. Vind jij minister Opstelten verantwoordelijk voor deze brand? Nee, niet verantwoordelijk voor deze brand. Wel voor de situatie dat dit steeds meer plaatsvindt. Dat heb ik ook heel duidelijk in mijn brief gezegd. Ik veracht hem verantwoordelijk. Mijn buurman is verantwoordelijk voor die brand. Ja. Maar de situatie die ontstaan is dat we steeds vaker van dit soort situaties tegenkomen. Want ik ben daar niet de enige in. Zelfs een van jouw collega's heb ik al gesproken erover. Die situatie die valt wel onder zijn verantwoording. Want hij zorgt aan de ene kant voor de gedoogbeleid. Aan de andere kant dat de teelt erin verboden is. Ja. Dus dan, logischerwijs, is hij daar verantwoordelijk voor. Inderdaad. Niet persoonlijk hoor. Ik zal niet tegen hem zeggen, dat is jouw schuld. Maar, wat zou je anders willen zien? Wat zou een oplossing kunnen zijn, denk je? Of gedogen of verbieden. Je moet daar een weg gaan zoeken. Ik heb daar geen voorkeur in, maar zal hij een keuze moeten maken. Maar je hebt ook geen idee over hoe dat je het dan graag zou willen zien. Want wat kan minister Opstelten voor jou doen? Je hebt dit briefje, geeft aan van dit punt. Nou, waarschijnlijk, het leeft enorm. Want burgemeester Hellekers van Uden heeft ook een brief geschreven vandaag. Ja. En het gaat erom, er komen natuurlijk steeds meer van dit soort ongevallen voor. Op wat voor manier dan ook. Maar wel in combinatie met drugs en veel in Brabant. Ja. Onderschatten we dit probleem, laat ik het zo zeggen? Ik denk dat meer van dit soort plantaardigheden, het blijkt een moment vooral als het misgaat, dan komt het naar boven. Maar ik denk dat er meer van dit soort zaken zijn dan dat we nu weten. Ik denk dat het in meer straten plaatsvindt. En dat daarmee wordt gewoon een gevaarlijke situatie gecreëerd. Omdat het vooral hobbyisten zijn die dit in elkaar zetten. Ja. Maar ja,
Moet dit ook op de agenda staan? Moet hier meer geld, meer controle, meer... Nou, om je veilig te voelen. Ik heb heel veel mensen die hebben gereageerd op mijn brief, maar ook op deze hele kwestie. Die zich ook zeggen van ja, ik voel me eigenlijk ook niet veilig. Want misschien heeft mijn buurman ook wel zoiets op zolder. Ja. En ja, dat is wel het risico wat je loopt natuurlijk. Heb jij jouw buurman nog gesproken? Nee. Wat zou je tegen hem zeggen als je hem zou zien? Dat mag volgens mij niet in de uitzending. Het zullen geen vriendelijke woorden zijn. Nee, want het feit blijft dat het een paar uur eerder was gebeurd en je had in bed gelegen, bewijzen van. Dan waren we hier niet meer geweest. Dat is eigenlijk het hele punt waar het mij om gaat. Als dit 's nachts gebeurt, stel je hebt kinderen. Volgens mij word je helemaal gek als dat gebeurt. Dat en zeker als je erachter komt. Ik hoop voor mensen dat ze erachter komen voordat het misgaat. Maar ja, als het misgaat, dan ben je gewoon op je neut. En wanneer denk je weer terug te kunnen in je huis? We hopen voor de bouwvak. Maar dat is nog niet zeker. Dat gaat ook nog lang duren. Nee, je ziet hier ook de foto's. Dat middelste dak, dat is van mijn buurman. Ja. Ja, daarnaast is ons huis. Je hebt hier geen foto van binnen, maar het is... het moet eerst drogen, het moet eerst allemaal gefixeerd worden. De stand moet er allemaal uit en dan moet allemaal nieuw plafond, allemaal erin, nieuwe muren. Ja, zo dus gaat het. Dus het gaat wel wat tijd in zitten. Ja. Ik wens je veel sterkte. Dankjewel.